aflevering 46. Welkom bij de Green Goddess Roadtrip Podcast Show. Ik ben Nicoline Nijland en met deze podcast wil ik vrouwen zoals jij inspireren om te gaan leven vanuit je natuurlijke ritme in een liefdevolle verbinding met jezelf. Hey, welkom weer bij een nieuwe aflevering. Voor mijn gevoel is het even geleden en het is denk ik ook een week of twee geleden dat ik mijn laatste podcast heb opgenomen en er is zo ontzettend veel gebeurd. De tijd vliegt echt en voor mij is het een beetje een gekke tijd. Vorige podcast had ik ook natuurlijk dat ik op zondag volgens mij me niet zo fijn voelde. Had ik toen een podcast opgenomen en toen de dag daarna voelde ik me weer goed. En dat is eigenlijk een beetje de afgelopen weken ook zo geweest. En het heeft vooral te maken met de overgang naar de herfst. Dat het nu weer wat mooie weer is dit weekend. En vorig weekend natuurlijk ook. Dat helpt wel. Dat vind ik ontzettend fijn. En dan kan ik nog lekker even naar buiten. En dat de zon schijnt. Dat je gewoon op die manier nog letterlijk licht krijgt. Er zijn natuurlijk ook een paar dagen geweest dat het regende. En dan is het bij ons in huis ook gelijk echt heel donker. Want we hebben heel veel bomen voor de deur, wat ontzettend fijn is. Maar die staan nu nog volop in blad natuurlijk. Dus als de zon niet schijnt, is het ook gelijk echt best wel donker. Dus ja, lampen aan. En ik kreeg al berichtjes van iedereen dat ze het heel fijn vonden om in de herfstzand te staan met kaarsjes aan en gordijnen dicht en warme truien aan. Ik moet zeggen dat ik zelf dat eigenlijk nog niet echt heb. Dus dat ik toch meer nog in de zomer zit. En nog in die actiestand. En echt in de overgang daar ben. Maar dan al wel meer nog in de zomer dan dat ik al in de herfst zit. Om dingen los te laten, zeg maar. En dat vind ik heel grappig om te merken. Omdat ik dat normaal eigenlijk al wel eerder heb. Dat ik zin heb in warme truien en thee en dekentjes op de bank en dat soort dingen. Maar dat is er nu nog niet. Ik ben ook ontzettend druk geweest, dus dat zal er ook aan bijgedragen hebben. We hebben afgelopen week 4 dagen gekookt voor een workshop. Ik zeg want dat doe ik met Bart. Het is altijd heel leuk om dat met z'n tweeën te doen. En ook kunnen heel goed met elkaar samenwerken, dus dat is heel fijn. Maar het is intern en ik heb daar volgens mij wel vaker over verteld. Die mensen doen een workshop. Het gaat met name over rouwverwerking. Dus er komen best wel heftige emoties bij de mensen los. En wij zitten ook in die omgeving. Dus dat vergt altijd best wel wat energie van me. En vooral ook, ik ben dan alleen met het koken bezig. En verzorgen van 3 maaltijden, boodschappen doen. We zijn denk ik gewoon 12 uur per dag staan op onze benen. Natuurlijk af en toe wel even een momentje pauze. Dus ja, dan heb ik ook weinig tijd voor andere dingen. Überhaupt letterlijk weinig tijd. En ook gewoon in mijn hoofd geen tijd. Dus daardoor ben ik ook ik heb ook mijn Instagram uitgezet. En ik had al wel wat posts ingepland. Dus die zijn natuurlijk allemaal gewoon gekomen. Maar geen stories gemaakt. Gewoon echt even los van alles. En dat beviel me eigenlijk ook wel. Dus ik heb dat gisteren en vandaag nog steeds doorgetrokken. Dus de app van mijn telefoon gehaald. En eventjes niks. En dat is echt fijn. En ik ben de afgelopen dagen ook bewust geworden. Want volgende week start de liefdevolle detox. En dat was eigenlijk de topic waar ik het vandaag over wilde hebben. Daar heb ik ontzettend veel vragen over gekregen. Vragen, ik ga daar straks op door. Maar ik vergeet toch altijd op een of andere manier als er weer een programma begint waarmee ik echt een lancering doe, zoals de liefdevolle detox, dat ik die processen eerst zelf mag doorlopen. Dus ik ben nu al bezig met het detoxen, het reinigen, het loslaten, maar dan wel vanuit de actiestand. Dus dat maakt ook een beetje een gekke shift in mijn systeem. Wat helemaal niet erg is, wat ik helemaal niet vervelend vind.
Maar het maakt me wel bewust hoe steeds, ik ga eigenlijk steeds met elke lancering weer een laagje dieper in mijn reinigingsproces. Hoe dat eigenlijk in mijn systeem werkt. Dat ik gewoon geen behoefte heb aan social media of dat het op andere manieren voor me geregeld wordt. Dat ik daar even niet mee bezig hoef te zijn. En dat ik dan op die manier eigenlijk al een soort detox in heb gezet om daar van los te komen. Want ik weet niet, waarschijnlijk zullen de meesten me wel ook op Instagram of Facebook volgen. En dat is best een grote taak, een dagelijkse taak, om daarmee bezig te zijn. En dat slurpt natuurlijk ook ontzettend veel energie. En er is ook natuurlijk heel veel om te doen in de gewone media. Dat we daar met z'n allen los van moeten komen. En ik heb daar niet een andere mening over. Maar daarvan detoxen is natuurlijk wel een hele goeie. En, want om terug te gaan naar de liefdevolle detox, die start volgende week zaterdag. Met het begin van de herfst. Om echt, ik heb het bewust gedaan om met de herfst, met de equinox van de zomer naar de herfst, dat je echt een start kan maken om dingen los te gaan laten. Dat je dan de hele seizoen van de herfst daarvoor hebt om dan dan in de winter echt jezelf ook gevoed te hebben. En de liefdevolle detox is vooral gebaseerd op voeding. Of nou, niet vooral, maar is gebaseerd op voeding. Detox heeft ook een wordt altijd geassocieerd met voeding. En natuurlijk is voeding een heel belangrijk onderdeel. Maar ik ben een holistisch therapeut. Dus ik benader het op een holistische manier. Dus het is ook een sociale detox. Het is een fysieke detox is dan voeding. Sociale detox, emotionele detox, mentale detox en een energetische detox. Dus het heeft alles in zich. En het gaat vooral over die verbinding met jezelf. Die liefdevolle verbinding met jezelf. Hoe je op een hele makkelijke manier en een hele toepasbare manier liefdevoller voor jezelf kan zorgen. En voeding is daar natuurlijk een belangrijke schakel in. Want waar voed je jezelf mee? Maar ook dat kan je in de breedste zin van het woord zien. Want waar voed je je mee? Dat heeft natuurlijk letterlijk met voeding te maken. Maar ook naar social media, laat ik dat er maar bij pakken. Waar voed je je dagelijks mee als je op social media kijkt? Of waar voed je je mee met wat je praat, met hoe je je uitspreekt. Als je veel negativiteit uitspreekt, dan voed je jezelf met negativiteit. Of als je omringd wordt door mensen die negatief zijn. Want sociaal betekent niet alleen social media, maar is natuurlijk, misschien 10 jaar geleden niet eens. Nee, 15 jaar geleden niet eens. Sorry, dat is nog vrij jong. Maar de sociaal heeft ook gewoon met je sociale leven te maken. Met wat voor mensen heb je om je heen. En je kunt niet altijd alle mensen uitzoeken of uitsluiten als mensen negatief zijn. Dat je zegt, hé, ik ga niet meer met jou om. Maar al die mensen zeggen wel wat over jou. Want iedereen is een spiegel van jou in jouw omgeving. Dus als je vindt dat iemand negatief is, dan is er ook ergens een stuk in jou wat ook negatief is. Of oordelend. Of whatever wat je dan vindt. En al die facetten gaan we in de liefdevolle detox bekijken. En de orgaansystemen zijn de basis. Dus die gaan we langs. We beginnen met de spijsvertering. Omdat voeding natuurlijk wel een basis is, als je goed voor jezelf zorgt, dan ga je ook beter voelen. Dus ik leg ontzettend veel uit over hoe de orgaansystemen werken, op elk niveau ook. Je krijgt recepten. En het is niet, want daar heb ik vaak een vraag, krijg ik vaak een vraag over van of je als vrouwen zwanger zijn of als ze borstvoeding geven, of ze dan mee kunnen doen. En mijn antwoord is altijd ja. Er zit natuurlijk wel een maar aan, maar ons lichaam reinigt altijd. Ons lichaam reinigt 24 uur per dag. Dus die reiniging aan zich is niet speciaal. En dat kan je ook doen natuurlijk als je zwanger bent of als je borstvoeding geeft. En de detox die ik doe is meer een
nieuwe manier van eten. Of misschien niet nieuw, maar een andere manier van eten. Hoe je op een makkelijke manier meer groente kan eten. Hoe je op een makkelijke manier gezondere producten kan eten. Welke verhoudingen je moet gaan aanmeten. Wat voor verhouding heb je nu in je eten? En hoe kan je dat gaan ombuigen naar een gezondere variant? Dus op die manier reinig je je lichaam. We gaan niet sapvasten. We gaan niet bepaalde kleikuren doen. Of allerlei andere dingen. Dat mag je wel doen. Maar dat zit niet in het programma. Omdat ik niet weet. Of degene die eraan meedoen. Ken ik over het algemeen niet persoonlijk. Er zijn wel cliënten die eraan meedoen. Dus die krijgen ook een aangepaster programma. Wat meer op hun gericht is. Maar het is heel algemeen. Omdat ik over het algemeen de vrouwen die meedoen niet ken. Niet hun medische geschiedenis weet. Niet weet hoe hun orgaansystemen precies functioneren. Of ze sterk zijn of belast zijn. Of misschien zelfs zwak zijn. Of er veel medicatie gebruikt wordt. Of noem maar op. Dus het is voor iedereen toegankelijk. En iedereen kan het doen, ook als je borstvoeding geeft. En ik zou zeggen, juist als je zwanger bent en als je borstvoeding geeft. Want dan krijg je kindje ook de gezonde voedingsstoffen binnen. Dan geef je dat door aan je kind. En tuurlijk gaan de afvalstoffen vrijkomen, tuurlijk. Maar dat gebeurt nu ook, nu je hier op de bank zit of in de trein zit of in de auto zit als je naar me luistert. Dat is gewoon ons hele lichamelijke proces. En hoe meer, hoe gezonder je gaat eten, hoe beter je dat ook door gaat geven. Hoe makkelijker je ook op al die andere niveaus beter voor jezelf kan zorgen. Dus dat is de reden waarom ik met voeding begin. Maar ook altijd dit antwoord geef aan dit soort vragen. En die krijg ik heel vaak. En dus ik dacht, dat ga ik ook gewoon in de podcast benoemen. Omdat ik het ook al... ga je niet meedoen met de detox. Het hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Maar weet dat je altijd dingen doorgeeft aan je kinderen. En ook als je dus alleen maar patat eet en ongezond eet, geef je dat ook door. Dus ja, voor mezelf zou de keuze makkelijk zijn om dan gezond te eten natuurlijk. Maar ik ken ook wel vrouwen die dan helemaal losgaan omdat ze... van alles willen eten of denken, ik kom toch aan. Ik kan eten wat ik wil. Maar ook dat geef je door aan je kinderen. Dus wees bewust wat je eet. En los van alle zwangerschapskwaden natuurlijk die je kan hebben. Of misselijkheid of dingen. En, dus dat... Nou had ik nog een vraag, maar daar kom ik straks wel even op. Want die is me even ontschoten. Ja, de vraag was ook van... of je per se alles mee moet doen. En dat hoeft natuurlijk niet. Het is gewoon vrij. De lessen komen vrij. Elke dag. Of de lessen. Gewoon de informatie eigenlijk. Met recepten. Met achtergrondinformatie over de orgaansystemen. Wat ik zei. En ik heb ook altijd kleine opdrachtjes erbij. Om echt in contact te komen met jezelf. Zoals lichamelijke massages. Die je gewoon bij jezelf kan doen. Een pakking voor je lever. Even denken, voetenbadjes zitten erbij. Elixers die je kan maken van kruiden om jezelf nog beter te ondersteunen. Dus we gaan ook echt met de kruiden aan de slag. Bij elk orgaansysteem komen kruiden aan bod die je kan eten of kan drinken als thee. Dus het is ontzettend uitgebreid. En wat ik ook terugkrijg van de vrouwen die het al gedaan hebben in de voorgaande versies, is dat ze... dat ze het nog steeds toepassen in hun leven. En je kan er altijd in. Als je het eenmalig koopt, dan kun je elke ronde die ik organiseer weer meedoen. Maar ook tussendoor kan je gewoon in de cursus, want het blijft gewoon allemaal openstaan. En dan kun je het er gewoon weer bij pakken. En het is voor mij echt de bedoeling dat het een way of life is eigenlijk. Zo ben ik ooit, zo grappig, dit heb ik ooit, ik denk al wel 2 jaar geleden... bedacht, gecreëerd eigenlijk. En het is eerst heb ik het voor mezelf gedaan en heb ik het volgens mij toen gewoon gedeeld op Instagram of Facebook. En toen daarna heb ik er een challenge van gemaakt.
Die heb ik 2 keer gedaan. En daarna is het een betaalde versie geworden met nog veel meer uitbreidingen. Eerst was het geloof ik 10 dagen. En nu is het dus 21 dagen. En het wordt steeds uitgebreider. Omdat mijn eigen kennis natuurlijk verbreed wordt. Mijn interesses veranderen. Verbreden eigenlijk. Ze veranderen niet, ze verbreden. Ik groei zelf natuurlijk ook als bedrijf zijn en met Queen Goddess. Dus dat is, ja, het is zo ontzettend waardevol. Dat is wel hetgene wat ik altijd terugkrijg. Dat het heel waardevol is en ook gewoon heel fijn is om die 21 dagen echt met jezelf bezig te zijn. Om echt te voelen hoe het is om voor jezelf te zorgen. En als het qua voeding niet lukt om het aan te passen, pik er dan gewoon de tussendoortjes uit. Of juist alleen de lichamelijke oefeningen. En dan komt de rest vanzelf. Het is gewoon echt iets wat gewoon in je leven mag integreren. En dat hoeft niet per se in 21 dagen. Ik heb ervoor gekozen om het 21 dagen te doen. Omdat dat onder andere wetenschappelijk bewezen is. Dat je in 21 dagen nodig hebt om een gewoonte te veranderen. Dus dat zijn eigenlijk waarom ik het 21 dagen doe. Maar je mag er ook veel langer over doen. En het is juist de bedoeling dat je eigenlijk dit voedingspatroon aanhoudt voor de rest van je leven. Of zolang is dat je het fijn vindt. En dat betekent niet dat je nooit meer koffie en chocola en taart mag. Want dat is in de detox dan even uitgesloten. Dat kan je dan natuurlijk wel weer toe gaan voegen. Maar dan weet je wel hoe je op een gezonde manier weer meer in balans kan komen met je voeding. En met andere facetten. Dus dat ik ben echt nog steeds zo blij met het programma. En ik weet hoe waardevol het is. En het is eigenlijk gewoon de manier hoe ik zelf leef. Dat is het eigenlijk gewoon. Want ik eet ook niet altijd super gezond. Ik hou ook van pizza en patat. En eet ik patat niet heel vaak. Maar pizza eet wel regelmatig. Want dat is Bart zijn lievelingseten. Of ik maak het zelf of we halen het. En Bart is echt een zoete kou, dus die houdt ook van koekjes en hij doet de boodschappen. Dus hij haalt het ook vaak en ik vind het dan ook soms lastig om nee te zeggen. En ik vind het ook lekker, dus weet je, ik eet ook best wel ongezonde dingen. Maar het gaat ook om de balans en als ik op een gegeven moment zat ben, dan eet ik het niet. En ik ben er ook echt voor om jezelf niks te ontzeggen, maar hoe beter je in je vel zit, hoe minder je behoefte hebt aan ongezond eten. Want eigenlijk al het ongezonde eten is bewerkte voeding. En daar zitten vaak heel veel suikers in of heel veel additieven. Die ook bepaalde behoeftes bij je opwekken. Dus dat je meer wil. Als je niet zo goed in je vel zit of je niet zo lekker voelt, dan is dat gewoon heel moeilijk om daar weerstand tegen te bieden. Omdat het gewoon een bepaalde comfort geeft. Omdat suiker echt een troost kan zijn. Maar hoe beter je in je vel gaat zitten, hoe beter je ook voor jezelf kan zorgen. En die knuffel aan jezelf kan geven en die arm om jezelf kan slaan. En dan heb je gewoon minder die comfort food nodig. Of heb je misschien meer zin in hele pure chocola in plaats van melkchocola? Maar even wat. Dus het is echt een. Aan je voeding kan je ook heel goed afmeten waar je staat in je leven. Zonder daar een oordeel op te hebben. Want als je ziet van, nou, ik eet toch eigenlijk best ongezond. Of ik vergeet te eten. Of te drinken. Weet je, dat zijn allemaal signalen dat je gewoon niet in contact bent met jezelf. Dat je niet voelt dat je honger hebt of het negeert dat je honger hebt of het minder belangrijk vindt om even pauze te nemen om wat te eten. En als je dan wel iets eet, wat eet je dan? Eet je dan een snelle snack zodat je even snel die rush van die suiker hebt en dat je er even tegenaan kan? Of eet je een gezonde maaltijd zodat je er daarna ook weer tegenaan kan, maar wat gewoon veel meer tijd kost om te bereiden en op te eten? Dus dat zijn een paar van die dingen waar we het natuurlijk over gaan hebben. En bij de Liefdevolle Detox zitten ook 3 live coach calls. Dus dan zitten we met elkaar bij elkaar. Het is allemaal online. In een webinar platform is het.
Dus jullie zien alleen mij. En ik kan dan, bedenk ik me nu trouwens, als daar behoefte aan is, gewoon iemand coachen. Of alle vragen die er zijn, kunnen er gesteld worden. En die kan ik beantwoorden. En er komt ook een appgroep. Waar in mijn eigen Green Goddess Community, een besloten appgroep met alle vrouwen die meedoen aan de liefdevolle detox. Om te zorgen dat, ja, dat we elkaar ook kunnen ondersteunen. Of als je een vraag hebt, dat je elkaar ook kan helpen. Weet je, het is niet dat ik dat allemaal moet doen. Of wil doen. Maar ik vind het ook fijn als je als vrouw onder elkaar gewoon je eigen wijsheid kan delen. Dus ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in. En zeker nu ik het opneem, dan kijk ik er echt naar uit. Om weer deze 21 dagen met jullie te gaan beleven. En merk nu ook dat mijn eigen voorbereiding is afgerond, is geweest. Het is volle maan geweest gisteren. En nu is het gewoon tijd om weer even uit mijn soort pre-winterslaapje te komen voor mijn gevoel. Ook al, ja, het is een beetje een gekke tijd. Ook al ben ik druk geweest, heb ik me toch een beetje afgezonderd. En dat is ook een patroon wat ik wel herken. Als ik even niet in contact wil zijn, dan zonder ik me af. En het is ook fijn dat ik dat gewoon zelf kan beslissen. En het betekent niet dat het heel slecht gaat. Integendeel, het gaat eigenlijk heel goed. Maar dan heb ik gewoon behoefte om even alles in mezelf te processen voordat ik het naar buiten breng. Of mezelf weer naar buiten breng eigenlijk. Dus dat spreek dan ook minder met vriendinnen af bijvoorbeeld. Dus het is niet alleen werktechnisch op social media, maar het is ook gewoon in alles ook. Dat ik minder mensen zie of spreek. Maar dat ik gewoon echt even behoefte heb om bij mezelf te zijn. En dan ben ik weer opgeladen om voor de volgende ronde eigenlijk. Dus als er nog vragen zijn, dan mag je me die natuurlijk altijd stellen. Ik heb er nu een paar hierin beantwoord. Ik heb ook op YouTube een live ooit op Facebook gegeven. Zal ik wel even linken hieronder. Daarvoor behandel ik nog meer vragen in. En ik dacht, omdat ik echt zo blij ben dat mijn podcast zo goed beluisterd wordt. En ik jullie daarvoor wil bedanken. Heb ik net bedacht om alleen op de podcast een kortingscode te delen. Die ga ik niet op social media zetten. Die ga ik niet aan mijn mailinglijst mailen. Dus alleen voor de podcast ga ik een kortingscode doen. Zodat je korting kan krijgen op het programma. Want de Liefdevolle Detox is €99. Maar met een kortingscode kan je hem voor €69 aanschaffen. En dat betekent dus dat je lifetime toegang hebt. Elke ronde, als ik hem weer geef, mag je gewoon me een mailtje sturen. Zet ik je weer op de mailinglijst, zodat je elke keer weer het mailtje krijgt. Zodat je weer mee kan doen. Hoeft natuurlijk niet, maar ik heb een aantal vrouwen die dat, of natuurlijk steeds meer, die dat heel graag doen. Dus dat is geen probleem. Daar hoef je niks voor te betalen. Je betaalt gewoon eenmalig dan nu €69. En dan, of 99 mag je natuurlijk ook gewoon betalen. Maar dan heb je gewoon voor altijd toegang. En misschien dat dat ooit in de toekomst wel gaat veranderen. Dat ik dat niet meer ga doen. Maar voor jullie geldt nog steeds dat dat zo is. Ik weet natuurlijk niet wanneer je deze podcast luistert. Want het gaat over de Liefdevolle Detox van 21 september 2019. Dat er even bij zetten voor de duidelijkheid. Ik voel echt dat het magisch wordt. Ik vind dat een beetje nu afgeschaagd klinken. Maar ik heb er zelf ontzettend veel zin in. En om het gewoon weer te begeleiden. Om die vrouwen weer bij elkaar te zien komen. Om bij zichzelf te zien komen. En ik zie gewoon wat het doet met vrouwen. En ook wat het voor een uitwerking heeft op de tijd na die liefdevolle detox. Want het is natuurlijk niet, je doet dat nu 21 dagen dan, maar het is gewoon een verandering voor je leven. En je hoeft niet gelijk alles in één keer helemaal om te gaan gooien, maar je kan, al pik je er één ding uit wat je verandert. Dan heb je, ik heb zelf altijd mijn doel bereikt als ik een cursus koop, als ik maar één ding
heb uitgepikt wat ik kan toepassen in mijn leven en wat me heel veel waarde biedt, dan is het voor mij al geslaagd. Omdat je niet in één keer je hele leven kan omgooien. En dat moet je ook niet van jezelf verwachten dat dat kan. Dus dat, en zeker als je dan meerdere malen kan meedoen, kan je gewoon elke keer, ook al hoor je het voor de derde keer, dan pik je er toch weer nieuwe dingen uit. Dus, want je verandert zelf, je hoort weer andere dingen. Dus dat is heel mooi hoe dat altijd werkt. Dus dat, oh ja, en ik krijg zelf ook altijd de vraag of ik zelf meedoe met de detox. En dat doe ik niet. Dat heb ik wel de eerste keer gedaan toen ik de challenge deed. Nou, en dat ging toen echt helemaal fout. Of fout in de zin, ik voelde me echt helemaal wappie. En toen moest ik ook nog aanstaan. En ik wilde eigenlijk alleen maar naar binnen keren. Dus toen ben ik zelf toen gestopt met mijn detox. Zodat ik er voor de challenge kon zijn. Dus sindsdien doe ik dat ook niet meer. Dus ik detox niet zelf. Ik ga dat erna doen. Omdat daarvoor een beetje... September is een veel te drukke maand voor mij. Dus dat kon niet. Dus ik ga het in oktober doen. En dus misschien dat ik daar ook wel wat meer over ga vertellen op Instagram. Maar dat weet ik eigenlijk nog niet. Want ik weet nog helemaal niet wat ik ga doen. Dat gaat wel iets van sapvast worden. Maar... ja, dus ik doe zelf niet mee. Dus ik ben er volledig voor jullie. En ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Ik kan niet er voor mezelf zijn en voor in mezelf zijn. In de zin van dat ik dan een detox doe. En voor andere mensen die een detox doen. Dus ik kies ervoor om zelf niet te doen. Zodat ik er volledig voor jullie kan zijn. En daar waar nodig is. En natuurlijk ook als je meer aanvulling wilt voor een persoonlijk stuk, kan je me daar altijd even over contacten. Want dan, daar is mogelijkheid voor. Dat doe ik met heel veel vrouwen die een aantal consulten erbij nemen. Om echt nog een stukje dieper te zakken. Om te kijken van wat jij echt nodig hebt hierin. Ondersteuning met kruidentincturen, zodat die reiniging nog extra wordt aangezet. Ja. Dus dat is ook allemaal mogelijk. Maar goed, ik zal de pagina erbij linken. De kortingscode ga ik erbij linken. Of bijzetten. Die kan je dan bij de couponcode bij de bestelling invullen. En dan krijg je 20 euro korting. 20, zeg ik? 30? 69? 99. 30 euro korting gewoon. Dus ik hoop je nog te verwelkomen. En... heb je nog vragen, kan je me natuurlijk altijd mailen. Volgens mij heb ik het al een paar keer gezegd. Ik wens je een heel fijn weekend. Ik ga lekker van mijn zaterdag genieten. En tot de volgende keer. Aho!